Dames en heren, jongens en meisjes, vandaag is het weer zover F1 22. We zitten met een volle lobby, want we spelen vandaag Battle Royale. Get fucked, pieces of shit! Degene die als laatste overblijft wint de game en de auto's zijn niet zo sterk. Oh ja, ik ben zonder Rob, zoals je ziet. Dit is gebalde! We hebben vandaag geen kwalificatie, het is een random grid. Dus iedereen wordt gehusteld. En zoals je ziet rijden we een hele race. Een hele race! And it's lights on, and away we go! Oh, kut, nee. Oh nee, daar gaan we, zijn begonnen! Nee, niet zo snel. Ik sta midden op de grid. Dat is echt vervelend. Bro, mijn stresslevel schiet naar een miljoen, jongen. Je moet zorgen dat je niet achter op iemand knalt. Dat is echt het allergevaarlijkste. Ik heb stress, broer. Bruh. Team Groot is al in de pits. Hoe heeft hij dat zo snel gedaan? Dat is een geheimje. Wow. Let op. Wat? Wow, had ik hem bijna. Nee! Die Diesel die vindt het veel te leuk om mij uit die race te halen. Ja! Ja! Let's go! Goed. Ja, die is voorbij, let's go. Lekker mooie weasel. Heerlijk is dit zeg. Dat is de play of the day hoor. Nee, dat ruimt ook. Nee, dat ruimt juist. Via play, play of the week. Ruimt helemaal niet. Daarover gesproken, ik heb hem weer reden. Via play, play of the week. Ik vind dit zo'n leuke rubriek. Ja, oké, dit gebeurde dus tijdens de kwalificatie van de Grand Prix van Frankrijk. Nou is dit niet een hele korte ronde. Nee. Je zou dat misschien op Spa verwachten, maar... Ja, waarom kwamen ze hier zo in die drukte? Mag je dan niet zeggen van, volgens mij klopt dat niet? Dan is toch de kous af, weet je wel, maar dat doen ze op tv niet. Wat is het toch prachtig, hè? Dat je met één klik op de knop in Brazilië kunt zijn. Om daar even lekker een rondje met z'n allen te gaan rijden. Maar je kunt ook surfen in Brazilië met één klik op de knop. Met NordVPN natuurlijk. Want met ruim 5500 servers in 59 landen kun je met één klik de hele wereld rond. Om bijvoorbeeld te checken welke exclusieve content daar beschikbaar is. En snel dat je bent, jongen. De snelste op de markt zijn ze op dit moment. Maar je kunt ook vanuit je vakantie virtueel thuis blijven. Stel, je bent op vakantie en je wil Project Geo kijken. Of Misfit 3. Maar vanuit het Frans netwerk wordt dat gewoon geblokkeerd. En dan zit je daar dan, op de camping. Met je ouders. NordVPN! En sowieso, wat praten we over? Als je op een onbekende wifi gaat in het buitenland of waar dan ook, dan moet je gewoon altijd een VPN'tje hebben voor de veiligheid van jou en je data. En aangezien je één abonnement op 6 apparaten kunt gebruiken, moet dat wel goed komen. NordVPN.com/Mattie. Pak die deal en betaal maar €2,77 per maand bij een 2-jarig abonnement. Nou, dat is mooi. Oh, slecht ingestuurd, dus prima. Hele lange pitstop. Dat komt trouwens ook door die vleugel natuurlijk. Maar dan ben ik, ja, safe. Je moet ook echt alleen maar gaan pitten. Wil je een beetje veilig zijn? Nee, oh, dit natuurlijk. Oh, nee, ik zit nu achter, mensen. Nee. Vervelend rot, jong! Je moet ook echt alleen maar gaan pitten. Wil je een beetje veilig zijn? Nee. Ik kon niks meer doen. Ik moet dat uitzetten, die pitten. Er zijn ook pas 4 mensen uit competitie, dus ik ben nu officieel 17e geworden. En niet geweldig. Ik heb expres al korte baantjes gekozen, dus als je elkaar tegenkomt. Zoals Spa. Nee, die had ik de vorige keer gekozen. Dat is veel te lang. Die is namelijk zo lang. Die zou officieel niet eens toegevoegd mogen worden meer. Wacht, losje. Ik zat net op ESPN een documentaire te kijken over Gomez. Raulio Gomez. Die spoort niet. En een Braziliaanse PSV'er ooit, Robert. Geen idee, ik kende hem niet. En toen ging ik even kijken wat voor carrière die Robert uiteindelijk had gehad. Ik had nog nooit van hem gehoord. En toen zag ik dat hij zoveel clubs had gehad. Die wisselt zoveel van club als een poepspeler. Nee, dit valt eigenlijk best nog mee. Hij heeft zoveel clubs gehad. Dit is zijn hele carrière. En dan denk je misschien, dit valt op zich ook nog wel mee. Dat klopt. Hij heeft namelijk zoveel clubs gehad. 32 in 18 jaar tijd. Die wisselt sneller voor club dan op de Wii, weet je wel. Dit is helemaal niet leuk. Ja. Ik heb het idee dat deze Lil Cry, die zit gewoon zijn rondes te pompen. Pompen. Die denkt dat hij gewoon een race aan het winnen is hier van 71 ronden. Daar heeft hij gewoon zin in op zijn zondagmiddag of zo. 71 ronden. Oh, snelste race ronde, Lil Cry, hij is on fire, jongen. Oké, daar zijn er 2 uit, allebei weer uit. Er is met Milo achter het sturen. Finale! Ik hoop dat Tieske Thijske wint, want die Leo Cryny, dat is die fucking k**l die allemaal die rondjes aan het rijden is. Mam, ik ga winnen! Oeh! Kom op, ja. Oh, hij deed... Oh, je... Wat? Oeh. Is omdat hij net reset op baan deed. Wat een smerige tactiek was dat. Reset op de baan, precies op de racelijn. Maar niet al te veel later, trapt hij er gewoon weer in. Dames en heren, we have a winner. Tieske Thijske wint dit eerste potje. Kom met mij, jongens!
op de full wets. Heel interessant om te gebruiken. Race nummer 2 in, je zou zeggen Spanje, want je ziet zoveel Spaanse vlaggen. Ik weet niet voor wie die zijn. Voor Sainz. Maar we zijn vandaag in Hongarije. Random Grid heeft me weer ongunstig een beetje in het midden gezet. Later. Rick Rotterdam, Terrocorp. Rotterdam, Terrocorp. Ja, ja, hoppa. Dit is toch goud, hè? Oh, ik word hier geboxt. Deze twee werken echt samen, hoor. Deze twee werken zeker samen. Ik moet er eentje killen. Oh, nee. Oh, nee. Oh. What the fuck doe jij dan nou? Hoe heb ik dit overleefd? Vind je het leuk of zo om mij eruit te krijgen? Wat zijn we aan het doen? Wat? Die trekhaakboys ook hier voor mijn neus. Wat is dit? Hoe leef ik nog? Help iemand, help! Help, help iemand! Help me! Iemand! Nee, want nu gaat die andere even klemmen, dan gaat hij erop inrijden. Ja, ik heb jullie wel door, ze werken echt slecht samen. Wat voor neukseks is dit? Dit is listig. Wat is dit, ouwe? Die daden is zo vervelend, hè. Gadverdamme. This is a revolution. Oh. Ja, ik was even vergeten dat je gewoon naar de baan kan resetten. Dus zo vast stond ik niet. Gast, mijn hele auto is gewoon aan gruvelementen, jongen. Well, what happened? Nee! Nee! Echt vies gefocust deze game, jongen. Maar dit is toch niet nieuw? Er zijn er 6 af. Ik ben dus 15e geworden. Dat is al een verbetering ten opzichte van net. Over 1,5 uur is de Franse Grand Prix trouwens. Die gaat zo beginnen. Franse Grand Prix, zei ik dat nou? De Franse Grand Prix bedoel ik. En zo hebben we in één keer de tweede Fransman die eruit ligt. Deze Esteban Ocon. Hij mag niet door richting de derde deel van de kwalificatie. Carglass repareert. Carglass vervangt. Hallo, ik ben Martin. Hoezo is die niet kapot? Kijk dan maar eens goed wat er gebeurt als ik de airco aanzet. Bruh. Hoezo is die Alfa Tauri kapot en die Alfa niet? Dat is niet echt waar Alfa onbekend staat. Die Alfa staan niet vaak zonder reden met pech langs de weg. Binotto, maar een Ferrari. Ja, alhoewel ik in dit geval denk dat het waarschijnlijk zijn schuld was en niet van die auto. Die krijgt alles kapot. Er ligt een band op de weg. Holy shit, dat is niet goed als hij loskomt. Jongens, hier ken je iemand die Haas helpt in de laatste kan. Hij staat vast. Hij moet naar de pitstraat geduwd worden. Zoals je dit hoort, help hem even naar de pitstraat. Hij staat vast, die kan resetten naar baan. Maar dat wist ik ook niet, dus ik mag niks zeggen. Maar ja, goed, ja. Die band ligt er ook nog steeds. Oh, hij staat vast met die puncture. Ja, oh, hij kan echt niet weg. Hij staat gewoon op het asfalt. Hij kan echt niet weg. Bro, die is echt een free kill. Gaat hij helpen? Nee, hij is hem kwijt, maar hij houdt hem. Hij staat echt vast. Ja, hij gaat hem helpen, jongen. Dit is echt car scene, jongen. Echt Ferrari legend. Blijf hem helpen. Ja, hij staat echt vast met een puncture. Ik wist helemaal niet dat het kon, joh. Maar waarom DNF je dan niet of zo? Als je echt niet meer kan. Ik weet niet hoe, als dit gebeurt in je carrière mode, wat er dan gebeurt. Ik ben echt tering. Doe normaal. Je kan niet echt wel wegrijden met zo'n puncture. Ja, precies. Goed, joh. Maar moet hij niet gewoon zijn banden iets kouder laten worden? Bruh. Hij is gedNF'd. Hij stopt er dan toch op een gegeven moment wel mee. Bizar dat Ferrari hier in het echt bijna geen race kan finishen. Maar nu gewoon bij Battle Royale gewoon bij de laatste 4 zit. Met 2 auto's. Chopper Gunner. Die heeft denk ik een killstreak, die tegenstander. Dat zou best leuk zijn eigenlijk. Chewie on the way. I've got an arse mouth. Oh! Oh! Nee, hem. Wacht, hij heeft gewonnen! Douwe 2006 pakt hem gewoon. Dat is natuurlijk geweldig. Oké, dan is het nu tijd voor een echte beuker, dames en heren, in dit genre. Monaco. Ik kan niet eens 3 rondjes Monaco rijden, serieus. Laat staan als iedereen op mij focust! Kijken jullie mee naar Calimero? Weer geen gunstige positie op de grid hier in deze Monaco. En hier een beetje overleven, daar is wel wat voor nodig. Hier nadert Rens Vink me namelijk in zijn achteruit op volle snelheid en net voordat hij me raakt en mijn race beëindigt, springt er iemand voor me die me soort van redt. Alhoewel dat waarschijnlijk niet zijn bedoeling is geweest. Hij save me hier echt zwaar. What you don't understand is I catch a grenade. En verder in die ronde maak ik zelf een foutje en komt er iemand op volle snelheid aan die me sowieso gaat afmaken. Dit is listig. Reset. Oh, gedodged! Ja, ik vond het een best leuke play. Maar ja, dit kan natuurlijk niet goed blijven gaan. Nee! Krijgen allemaal de kleren! Voldoende gehaakt. Ja, leuk. Waarom lach jij nu dan? En verder in dit potje zien we een hele lekkere sneaky kill hier van deze Aston Martin. Ik gebruik nu gewoon onironisch al die kutwoorden van, deze hier. Maar deze jongen is goed. Dit is een kans hebben voor de overwinning vandaag. Vooral als de andere spelers zichzelf gaan lopen uitschakelen.
Ja, ik bedoel eigenlijk meer vooral als de andere spelers zichzelf letterlijk gaan lopen uitschakelen. Rick Rotterdam zit altijd vol met verrassingen. Maar toen viel mijn oog op deze Alfa Romeo, die een hele interessante strategie hanteert, namelijk de medium hard bandenkeuze. Met links voor medium banden en rechts voor een harde band. Met een puncture. Iemand die zo out of the box kan denken, die moet wel gaan winnen. En wanneer hij de Aston Martin, mijn favoriet voor de overwinning, weet je wel, weet uit te schakelen, dan weet je, hij pakt gewoon die overwinning. Sit down, boy. Maar goed, weet je wat ik echt niet leuk vind? Dat focussen. Dat ken ik zo. Klaar, maar toen kwam ik erachter dat je zelf de grid kan aanpassen. Dus ik dacht, wat nou als ik mezelf gewoon even op pol zet? Dan kun je gewoon wegrijden van het veld. En daarmee heb je in ieder geval nog dat je jezelf kunt positioneren op een manier dat je... Ja. Ja, dit ging helemaal nergens naartoe. Dus ik moest iets anders bedenken. Ik dacht, ik join gewoon mijn eigen lobby met een tweede account op een tweede PlayStation. Zomervakantie. En ik negeer gewoon mijn McLaren op mijn Sierte Bos account en ik ga serieus spelen met mijn Haas. Als ik anoniem ben, maak ik misschien nog wel kans op een overwinning. Het enige wat we nu nog nodig hebben is een nieuwe, frisse lobby met enthousiaste kijkers. Mati! Is dit Mati Filosofie? Dat hadden jullie echt niet verwacht. Je hebt dus mensen die zijn knettergek. En ik start deze race door gewoon weg te rijden. En zoals gebruikelijk vallen er een aantal mensen af meteen. Maar ik dacht er nog niet zo heel veel bij. Ook niet wanneer ik mijn eerste rondje heb afgerond. Rij ik hier gewoon langs een groepje zonder na te denken. Maar mijn McLaren staat hier gewoon een paar honderd meter daarachter ten opzichte van waar hij begonnen is. En met de hoeveelheid mensen om me heen heb ik het idee dat er hier en daar wel weer een beetje gefocust wordt. Pas een rondje later realiseer ik me eigenlijk gewoon dat ik nog leef. Hey, that's me. En nog een ronde later ben ik gewoon volledig met rust gelaten. Hey, dit is ook ongelooflijk. We zitten al zo ver in deze game. Dus ik weet niet wat dat te betekenen heeft. Maar verder wilde alleen deze SDG 2006 me eigenlijk niet met rust laten. Ja! There's a new strategy available. Nee! Ik dacht dat ik hem had. Het was wel echt een gewaagde move. Of hij herkende het account Zomervakantie uit mijn 0 naar 1 miljoen coins video. Of hij dacht, iemand die zomervakantie heet in deze bizarre omstandigheden, die moet ik even killen. Ja! 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 Nee! Wie gaat deze strijd dan uiteindelijk winnen? Nou, niemand. Nee! 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 Allebei kapot! Er zijn allemaal 9 man in competitie. En ik sta hier... Ik sta hier. Later. Hier zijn gewoon 3 man aan het vechten, hè. Die hebben gewoon... Oh! Oh, die is kapot. Die is ook kapot. Er zijn allemaal 5 man in competitie. Weer één kapot. Ik word tenminste wel aangemoedigd door die Nederlanders. Ja, ja, er is weer een kill. Okay, we krijgen nu wel de situatie dat ze langs mij gaan rijden. Dat wordt nog wel eens gevaarlijk. Oh, oké. Okay. Oh, die is dood. Het is een 1 tegen 1. Hij rijdt langs me. Hoe heeft deze tactiek gewerkt, mensen? Ik snap er helemaal niks meer van. Ja, zonder dan maar ook iets gedaan te hebben dit potje, ga ik gewoon tweede worden. Want het enige wat deze Alfa nog moet doen is mij even recht tikken. En me dan met een goede vaart afmaken. Alleen hij rijdt langs me heen. En hij... Oh! Oh my god! Ik weet niet wat hier zojuist gebeurd is, maar ik heb deze controller niet aangeraakt en ik heb nu wel een game gewonnen van Battle Royale. Ja. So I'd like to dedicate this award to the losers. Maar ik voelde me nog niet helemaal lekker. Misschien is er bij de medespelers een beetje verwarring ontstaan. Ik wil gewoon nog een echt potje met mijn Haas gaan winnen. Maar ik weet niet wat het is, maar ik ben gewoon echt heel slecht in dit spel ofzo. Ja! Hoezo ben ik dood? Ik heb vandaag echt nog veel te weinig kills gemaakt. En hoezo kan deze Aston Martin gewoon zijn potje vervolgen? En sterker nog, de game winnen. Achterop knallen was toch altijd dood? Dikke lul. Dus dan moet het maar gaan gebeuren hier in Baku. En het begint met een strijdje hier tegen Jasper. Die zit mij weer uit te dagen, hè? Dead Jasper Doe. Nou, vind ik niet zo'n goede naam. Nee, dat haal ik ook niet. En dit is een hele bijzondere strijd, want hij verdwijnt hier om de hoek. En als ik dan ook zelf de hoek omga, dan, hij is kapot. Uit zichzelf. Die gast gaat ook kapot. Het is niet waar. Dan de 8 mannen competitie. 7, dat is wat ik bedoel. 6. 5, let's go. Oh, dat scheelde echt niet veel. Hij had me bijna. Hij had me bijna. Maar die sterke frontwing heeft wel een goed gedeelte van die klap opgevangen. 4, 3, 3. Bijna in de finale. Ja, hij is uit de sessie. Er is nog een 1 tegen 1. Er is nog een 1 tegen 1. Ja! 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 En wanneer ga jij dood? Hoe heeft hij dit overleefd? Ja, dit belooft vanaf nu een epische finale te worden. Die niet zomaar beslist zou gaan... Nee! Nee! Fuck!
Oké, ja. Zo'n lullig tikje. Nou ja, goed. Met McLaren werd naar Zandvoort 2 keer gewoon snel gekild. Dus die eerste overwinning moeten we maar gewoon koesteren als een geweldige prestatie. Dag.